पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी De symboliek van het licht is essentieel voor dit festival. Licht wordt geassocieerd met warmte, de zon en het goddelijke. Diwali betekent de overwinning van het licht op de duisternis, recht over onrecht en kennis over onwetendheid. Dagen van tevoren begint men met het schoonmaken van hun huizen en erven. En op deze bijzondere dag reinigt men ook hun harten. Moeder Lakshmi wordt op deze dag aanbeden en men vraagt haar om gezondheid, rijkdom, wijsheid, vrede en voorspoed. Zij is ook de godin van het licht. En op deze dag vindt men haar in de vlammen van de dia's. Dit maakt het ontsteken van deze dia's zo belangrijk. Wat ik eigenlijk heb opgemerkt is dat het belangrijkste in een Diwali is dat men elkaar heel veel toewenst. Men wenst elkaar het allerbeste toe, maar nog meer dan dat. Het is niet zo van, oh, happy Diwali en dat is het. Maar men wenst elkaar voorspoed, welvaart. En het is niet zo dat je het alleen maar aan je familie toewenst of alleen maar aan de buren. Maar men gunt het iedereen aan elkaar eigenlijk. De Lakshmi Puja is belangrijk voor mij, omdat ook met name het vrouw zijn naar voren wordt gebracht. Ik zie mezelf als Lakshmi in huis, omdat ik denk dat in elke vrouw die zeg maar het hoofd is van de familie, een beetje Lakshmi in zichzelf meedraagt. Want Lakshmi is de vrouw die, of de godin eigenlijk, die wil die het beste met je voor heeft. En wil dat de mensen voorspoed hebben. En als mensen daarom vragen, geeft Lakshmi dan de juiste weg aan. Helpt je daarbij om datgene te bereiken wat je graag wil bereiken. En ik denk, de Lakshmi in mezelf is dan ook dat stukje in jezelf wat meehelpt, de anderen meehelpt om datgene te bereiken wat je graag wil bereiken.